Als jullie mij nog niet zouden kennen, ik ben zo van die typische mensen die te laat wakker blijft s'avonds en er dan van klaagt hij zo laat is gaan slapen de volgende ochtend. Maar als ik dan s'avonds toch ga slapen, rol ik in mijn bed, flash ik direct in de ochtend, is het ineens ontbijt, denk ik, waar de fuck ben ik mee bezig? Ik moet nog naar school, de hele dag leuk leren, yes, oh my god. Maar ik probeer er altijd het beste van te maken. Dan fiets ik naar huis na school en dan ziet het weer er zo uit. Vreselijk. Kom ik thuis, helemaal nat, echt fucked up. En alsof dat nog niet ergst is, ik ben nog eens fucking moe. En dan moet ik nog een video opnemen. Wat een kutleven. En toch is YouTube iets waar ik elke dag opnieuw naar uitkijk. In de ochtend ben ik al gewoon heel de dag aan het denken wat ik in de avond ga opnemen. En dan speciaal voor jullie, natuurlijk is deze hobby gewoon het waar ik voor gekozen heb. Dik shout-out, dames en heren, let's go. Doe zeker een duimpje omhoog. Ook thanks aan de persoon die fanmail heeft gestuurd. Dames en heren, er komt zo binnenkort wel iets voor de fanmail. Doe zeker een duimpje omhoog als je deze jullie video leuk gaat vinden. En ik ben Hayston en ik zou zeggen, let's go. Ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we Netflixen chillen samen met jullie. Dus ik ga chillen en Netflixen. En dan kijken jullie naar jullie beeldscherm. En dan kunnen we Netflixen chillen. Overhyped as fuck. Netflix is wel fucking awesome. Chillen is fucking awesome. Netflixen chillen aka seks hebben is waarschijnlijk ook wel fucking awesome. Dus dames en heren, we gaan een leuke video maken. Doe zeker een duimpje omhoog. Let's go. Ik heb hier een franchipan. Ik weet niet hoe jullie dat noemen in Nederland. Maar wij noemen dit een franchipan. Let's go. In de video van gisteren had ik jullie gevraagd hoe jullie mij zouden vragen om te Netflix en chillen en waarom ik met jullie moest Netflix en chillen. Daarop heb ik hele leuke reacties gekregen, zoals Netflix en chill met mij. Ik barst je anus kapot. Awesome man, super cool. Kom naar mijn huis en dan mag je mijn anus lekker kapot maken. Let's go. Salty cracker. Ja, oké. Okay. Ik wil wel Netflix aan chillen, gewoon chillen. Maar daarna kunnen we ook anaal proberen. Ja, dus. Ik denk dat hier heel veel mensen zijn geïnteresseerd in anaal. Ik wil wel met jou Netflix aan chill doen, omdat ik een arme zak ben die profiteert van jouw internet en geld. Love you. Dat is de shit. Daarom is Netflix aan chill super awesome. Je kan gewoon naar iemands huis gaan, 5 minuten Netflix kijken of zo. En daarna vlieg je er direct in met een goed potje s***. Hoe vraag ik dan eigenlijk aan een meisje als je nu echt gewoon naar Netflix zou kijken? Als je nu gewoon zegt van, hey, ik zou graag met jou naar Spartacus kijken. Dan zegt dat meisje gewoon meteen zo van, is het op Netflix? Ja, natuurlijk op Netflix. Ik bedoel, wie koopt er nu nog DVD's? En het meisje denkt al meteen dat je gewoon wel Anna over en het meisje denkt dan gewoon dat je ja, wel op je bed gooien en de liefde bedrijven op een hele leuke manier. Let's go! Maar wat als je nu gewoon echt naar serie wil kijken? Gewoon chill, rustig, hapje, drinken, serie, leuk, hey, toppie. Je kan het niet vragen. Je kan niet vragen aan een meisje, wil je Netflix kijken? Denken ze direct aan je wel. Ze denken het direct. Er is geen... Ja. Ik wil met jou Netflix gaan chillen omdat ik koeien geil vind. Wauw man, yes! Jij hebt een koe-fetish. Vrijgezel jongen uit Antwerpen wil Netflix gaan chill zodat hij tegelijkertijd ook zijn My Little Pony collectie kan delen en elke ponypop zijn haren kan kammen en zo een erectie kan krijgen op een... Oké, is helemaal goed voor mij. Ja, don't care. Doet een beetje pijn aan mijn hart. Omdat ik de zus van Ryan Unagis ben en wil chillen met je. Ik maak een video over leugens en er ligt gewoon weer iemand onder die video. Ik weet zelf dat Ryan geen zus heeft. Wel, ja, blijkbaar heeft Ryan wel een zus en wil ze Netflix en chillen. Dat kan niet, Ryan heeft geen zus. Ryan heeft een broer. Kijk het meer? Oké. Netflix en chill, omdat ik een grote lul heb. Wel, ja, dat is gewoon een goede reden. Kom maar naar mijn huis, we kunnen samen Netflix en chill kijken en... Deze video is zo fucking gay. Netflix en chill met mij, want mijn kont jeukt. Nou, dat zou ik zeggen tegen jou. 1 for the money, 2 for the show, 3 voor mijn kont, want die jeukt zo. Even krabben. Ik typ het woord Netflix in op Google afbeeldingen. Ik scroll 1 seconde naar beneden en ik kom op deze foto. Yes. Straight oude Netflix en chill. Let's go. Nog een fucking droge. When he says Netflix en chill, but you walk in and he ain't even got a television. Die is wel fucking nice. Even uitleggen voor de mensen die geen Engels kunnen. Jongen zegt tegen een meisje, hey, kom Netflix en chill bij mij thuis. Meisje komt in zijn kamer, even niet eens een televisie. Ja, dan weet je gewoon al direct wat je gaat doen in je leven. Yes. Oké. We hebben genoeg foto's gezien van vandaag van Netflix en chill. Dus, let's go. Netflix en chill met mij, omdat ik te broke ben om zelf Netflix te kopen. Wel, dames en heren, als jullie geld nodig hebben om Netflix te kopen, kunnen jullie investeren in het ACID fonds. Dan krijg je toch wel... genoeg geld om Netflix te betalen. En niet alleen krijg je bij het ACID fonds een rentevoet van 3%. Ook krijg je mijn gehele collectie... muntjes. Let's go!
Dat was echt het domste. Oh my. Ja. Nee. Oh. Kan ik een hele avond muntjes oprapen? Want het ligt vol. Het ligt echt. Oh, het ligt echt vol. What the fuck? Wat is er mis met mij? Wat is er mis met mij? Oké, maar vonden jullie het nu een leuke video? Doe dan zeker een duimpje omhoog voor meer Netflix en chill. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, let's go.